Milan Mazzop, laten we maar even beginnen met dat moment kort na rust, waar FC Groningen een strafschop krijgt. Wat gebeurde daar? Die vrije trap wordt genomen en op dat moment komen we in aanraking met elkaar. Ik val en op dat moment trek ik aan hem, dus terecht de penalty. Denk je dat op zo'n moment dan ook gelijk van, dit is niet handig? Ja, het is een reactie dat je op het moment dat je valt, hou je je vast. En hij doet het gewoon slim door te gaan liggen. En daarna komt wel het besef van dat je beter je handen even langs je lichaam had kunnen houden. Wat het extra zuur maakte volgens mij op dat moment ook was dat jullie in de eerste helft eigenlijk totaal niet in de problemen waren geweest en niets aan de hand was. En dan kom je toch kort na die rust op een onhandig moment op achterstand. Ja, we hadden het eigenlijk de eerste helft wel onder controle. We werden zelf ook niet echt gevaarlijk. Alleen dat ze iets weggaven, absoluut niet. En dan is het wel heel zuur dat je door eigenlijk zoiets doms achterkomt. Dan is het zaak om op zoek te gaan naar die gelijkmaker. Hoe vond je dat die tweede helft in dat opzicht verliep? Want die gelijkmaker komt uiteindelijk, laat even op zich wachten. Had je het idee dat hij eraan zat te komen? Na de 1-0 hadden we het eigenlijk wel even lastig. Toen had Groningen een bepaalde flow. Alleen daarna zag je dat wij Groningen eigenlijk steeds meer terugdrukten. En dat we steeds gevaarlijker werden. En we hebben meerdere mogelijkheden eigenlijk gehad. Dus uiteindelijk is 1-1 wel terecht. Het is in dat opzicht ook een bijzonder belangrijk punt. Hè, als je kijkt naar hoe dicht het allemaal bij elkaar staat. Onderin ook met de uitslagen van vanavond. Als je niet wint kun je zomaar richting die laatste plaatsen ook. Is dat dan nog een extra factor voor jullie? Ja, je krijgt de andere uitslagen natuurlijk wel mee. En je ziet dat de afstand naar de laatste plaats eigenlijk steeds kleiner wordt de laatste weken. En dan is elk punt natuurlijk meegenomen. Alleen het is ook zaak dat we wedstrijden gaan winnen. Hoe kijk je naar jouw eigen wedstrijd vanavond? We hebben dat strafschopmoment dan besproken, maar volgens mij ging het verder op verdedigend gebied prima. Ja, dat is het lullige aan verdediger zijn. Je kan het wel over de goede acties hebben, maar uiteindelijk word je afgestraft op dat ene moment. En het was wel wennen, want op rechts centraal, dat is even wat anders. Alleen om het dan een goede of een mindere wedstrijd te noemen, je hebt een penalty veroorzaakt, dat is een goal. Dus dat is vooral heel zuur. Matthij was geschorst, dan wordt voor de vervanging gekeken naar Drost. Die was ziek. Wanneer werd jou duidelijk dat er voor jou een basisplaats aankwam? Gisteren zei de trainer het. Rico was gisteren al afwezig. En toen heeft hij gezegd dat ik rechtscentraal zou gaan spelen. En dat ik me daarop moest voorbereiden. Dan even schakelen, die positie ook. Ja, je zou denken het is nog steeds centraal. Alleen je komt toch telkens op je rechterbeen uit. En dat is niet mijn sterkste been. Dus natuurlijk, het is even schakelen. Alleen ik denk dat het uiteindelijk redelijk gegaan is. Het is een bloed en het rijden, maar met een puntje op zak is dat denk ik wat makkelijker te verteren. Voor de meesten wel. Ik baal natuurlijk zelf wel heel erg. Omdat je eigenlijk zo'n pot speelt en dan toch door zoiets stoms zoiets veroorzaakt. Dat is gewoon zonde. Overheerst dat echt voor jou de avond dan? Ja, tuurlijk. Je bent verdediger en dan wil je geen goals veroorzaken. En als dat wel gebeurt, direct door jou, dan voel je daar wel kloot over. Ben je misschien wel extra opgelucht als je aan de andere kant die gelijkmaker erin ziet gaan? Ja, dat haalt wel bepaalde last van je schouders af. Dat je niet eigenlijk de nederlaag hebt ingeleid en dat er nog een punt uit controle, dat is dan wel een voordeel.